Het is een virus. Nou, we gaan allemaal eens een keer heen. Ja, toch? Aha. Mooi, die ga ik verder doorsturen naar Corrie. Hallo lieve vrienden, hele goede middag, deze maandagmiddag. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag 1 maart. Maart, rood in staart. Ja, dus ook dan kan je nog winterse buien verwachten, sneeuw, etc. Ja, maar we leven ook nog eens een keer 12 minuten over 12. Dus ja, hoe mooi is dat getal, hè? 12-12. Leuk, mag je een wens doen, weet je dat? Maar oké, alle gekheid op het stokje. Ik ga zo meteen nog lekker eventjes met de hondjes lopen, want Astrid komt weer. En zoals jullie zien ben ik weer het lang. Ja, mijn rode jurk weer aan. Gezellig, moet kunnen. Wel een broek veranderen, want anders is het mij te koud, ja. En ja, ze zijn hier in de straat bezig. Er is een put open, zag ik. Maar wat een loosje Joost mag weten. Maar ja, dat zien we straks wel. Ik ga lekker even met de hondjes lopen. Eentje is buiten, die zit voor de tuindeur. Eentje is voor straf in de mand, gedeponeerd door mij. Dus ja, moet ze maar eens een keer luisteren. Ze pakt kandel bij zijn nek. Belt kandel of niet? Nee. Dus die sloeg al. Het was niet je eigen schuld. Maar alsnog weer doen. Nou, dan krijgen we mijn straf. Maar dan luistert ze ook niet, want dat was nog boven. Ik zeg, naar beneden jij. Nee, gaat ze bij de kussens zitten. Zodat ik niet bij de kon komen. Precies in het midden. Dan kan je niet bij de komen. Dus ik nam mijn wandelstok en tegen de kontje aan. Dus ik loop weer naar het hoofdend toe. Waar mijn man altijd vroeger lag. En ik liep aan die kant. En ik zeg, en nou naar beneden. Dat ze neemt me toch een sprint. Dat ze had bijna op die trap gevallen. Ze konden net nog op tijd tegenhouden tegen de buis van de lift. Van de stoellift die omhoog komt. Daar kwam ze tegenaan en nu helemaal rennen. Ja, moet je me luisteren, meid? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Als je had geluisterd, gewoon en normaal had gedaan, had er ook niks aan de hand geweest. Maar ja, ze is nog jong en ze moet nog veel leren. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. De mist is hier gelukkig eindelijk opgetrokken. Vanochtend was het nog steeds mistig, vanochtend bij tijd. Ik denk, nou, ik blijf liggen. Zolang die honden rustig zijn, hoef ik er nog niet uit. Want ik kan niet zo moeilijk tegen. Ik krijg het zo benauwd. Ik had er gisteren zoveel problemen mee en vannacht. Dus ja, nou wil ze naar binnen. Nou, dan laten we er even binnen. Hé, hey, grote meid. Kijk. En daar ligt die ander. En die is, ja. Hé, hey, meisje. Maar oké, ik zal de boel klaarmaken en ons inteugen. Mezelf eerst en dan de beestjes en dan kunnen we lopen. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot later. Doei! Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ik ben weer net thuis met de hondjes. Rijken wou direct ook weer naar buiten de tuin in. Ik denk, wat heeft die? Ja, als die van alles en nog wat loopt op te eten wat ze op straat vindt en dat ik het net even niet zie. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Die eet ook alles wat voor de bekkie komt te leggen, ja. Ik weet niet wat het is. En nou ja, ik ben ook buiten bezig geweest, even hetgeen opgeruimd wat ze buiten achterlaten wanneer ik niet met ze loop. En zoals in de vroege morgen, als ik nog niet vooruit te branden ben en als ik niet in orde ben, noem maar op al die keren, ga op de bank en hou je rustig. Hoef je ook niet over te geven. Nee, we gaan niet gelijk uitdagen.
terug op de bank. Gooi je maag hier heel. Ja, dus wel best. Maar in ieder geval, ik heb ook voor donderdag een afspraak gemaakt. Ja, ja. Ik heb een stoel. Ja, gelukkig wel. Ah, maar in ieder geval, ja. Ja, ik wil daar weer vanaf in die coronakoep. Ja, stel je voor dat hij het straks weer allemaal op slot gooit. Want er is weer een variant gevonden. Ja, waar weet ik niet meer, maar dat kreeg ik binnen op mijn mobiel. En ik heb gelijk maar weer verstuurd naar Facebook op mijn groep Steunpunt Nederland. Ja, dat kijken, ja. Ik ben zo zat allemaal, maar ik ben niet de enige. Ja. Ik heb allemaal varianten van. Waar? Van wie? Het is een virus. Nou, we gaan allemaal eens een keer heen. Ja, toch? Of je nou jong bent of oud bent, maakt niet uit. Onze lieve Heer heeft met ons allemaal een bedoeling. Of je nou nog een babytje bent en hij vindt het niet oké dat dat babytje blijft leven, dan haalt hij het naar huis. Ja, en dan moet je maar weer opnieuw proberen, tot het wel goed gaat. Ja, niet iedereen heeft het geluk om gelijk, ja. Misschien heeft dat babytje wel wat gemarkeerd hoor, dan. Ja, dat ziet God alleen en wij niet. Punt. Maar in ieder geval, we gaan allemaal eens een keer vroeg of laat, of we nou willen of niet. We gaan allemaal een keer heen. Dus ja, laat het toch. Verdorie, probeer de mensen gewoon te genezen zonder de boel op slot te doen. Ja, wat houdt dat in? Ik bedoel, een supermarkt mag wel. Maar, neem meer bij wijze van spreken, de normale winkels, de V&D is er niet meer, ik zou bijna V&D zeggen. Maar ja, Hema, Vibra, noem maar op, al die winkels. Waarom op deze manier alleen nog open, op afspraak, en dat 10 minuten de tijd hebben om te shoppen? Doe normaal, man. Doe normaal. Een supermarkt is toch ook gewoon open? Hey, je hebt toch ook geen 10 minuten de tijd om boodschappen binnen te halen? Moest er nog bij komen. Ik geef iets te doen, Mark Rutte. Doe normaal gek. Ja, doe je al gek genoeg. Ik dacht dat ik gek was, hè. Maar jij bent nog gekker. Ja. Ik hoop dat je ooit mijn vlogs ziet. Ja, nou. Ik zal je door de mannenmangel heen halen. Wie denk je dat je bent? Je bent Willem niet. En zelfs tegen Willem Alexander zeg ik gewoon Willempie, hoor. Hij is jonger dan ik er ben. Ja. Ik zie nog dat hij trouwde met Maxima. Nou, leuk stel met elkaar. Enkel daar moet die baard eraf halen. Ja, vindt hem niet staan. Geen gezicht. Kom op, baard eraf. Dat kun je gewoon zelf doen, Willem. Gewoon een tondeuze eraf. Eerst knippen dat lang en dan de tondeuze erlangs. Scheren praten langs. Klaar. Kan je makkelijk zelf of niet van naar een kapper toe. Ja, kan je gewoon zelf doen. En durf je het al niet aan, vraag het Maxima toch. Ja, die kent toch wel. Simpel hoor. Doe normaal allemaal. Ja. Een hoop herrie, weinig lol hoor ik hier. Maar oké, lieve vrienden. Ik zit hier mijn grote meid te aaien. Vind je lekker, hè, meisje? Ja. Maar oké, ik ga aan de gang. Ik ga een bak koffie maken. Ik ga een broodje maken. 1:30, geloof ik. Het is vandaag maandag. Nee, 13:45. 2:15. Komt Astrid. Dus ja, dan heb ik dat tenminste gehad. Hé, hey, ja, ga ik broodje eten. En dat brood van Karin is overheerlijk. Ja, ik moet het denk ik even helemaal netron doen, zodat de korst weer zacht wordt. Maar het is wel lekker. Maar dat doe ik s'avonds. Ja, lekker. Voor naar bed gaan. Even nog broodje eten. Dan is het met de hondjes wandelen. Dan is het nog even mijn restje wijn en dan naar bed. Ja, zo doe ik het s'avonds later tijd. Hé, hey? Jij een meisje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet.
Het zonnetje was er net ook weer heel even erbij. Ik hoop dat ze meer kans krijgt dan met weekend. Tenminste, gisteren was het zo erg mistig, ja. Ik hoop dat ze dan, en zondag toch ook. Het was zalig mooi weer, we hebben 2 dagen mist gehad, ja. Is ook zo. Ja, is ook zo, hè? Maar oké, lieve vrienden, ik zal dus aan de gang. En ik zou zeggen, tot straks maar weer een keer. Doei! Hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, een heel tijd eventjes nou niks gedaan vandaag, maar dat maakt allemaal niet uit. Nee, het is inmiddels al 5:10. Dat ja, Astrid is natuurlijk geweest. Ik heb eventjes wat op de post gedaan bij een bekende winkel. Die ook als postkantoor functioneert. Al een aantal jaren trouwens hoor. Niet alleen nog om nou die dommige doe allemaal van Rutte. Nee, ze zijn al jaren zo. Want we hadden eerst een normaal postkantoor. Maar ja, dat is daar opgehouden. Dat is naar een andere stad toegegaan. En ja, hoe en wat precies weet ik niet. En het is nou bij een boekenwinkel, laat maar zeggen, om zonder namen te benoemen. Ik word toch ook niet gesponsord hoor, nee. Maar, er was een pakketbezorger geweest, maar niet hier. Nee, wel op nummer 10. Maar ze doen het verkeerd, die lui. Die zijn gewoon gek geworden. Ik woon dus op nummer 10 en de straat gaat jullie niks aan. Maar wat zeggen ze? 2-10. Waar hadden die 2 in dat streepje vandaan? Weet ik niet. En er is nog een straat en die heet bijna hetzelfde dan mijn straat waar ik woon. Hadden ze daar bezorgd. Ja, lekker hè? Maar... 2 pakjes. Dus we gaan weer met een schaar beginnen. Dus voilà. Dat is 1, die is open. Dan gaan we de 2e ook gelijk openen. Moet ik even een ingang zien te vinden. Nou, dat is aan die kant. Zo. Nou, welke moet ik nou eerst openen? Ik weet het niet. Ah, ze zijn al bijna open trouwens. Ik ga voor de gele. Leuk kleurtje. Aha. Mooi. Die ga ik verder doorsturen naar Corrie. Mooi hè? Zo, ik denk dat het nou nog beter opvalt wat het is. Ja, mooi. Die gaat dus naar Corrie toe. Weet ze niet hoor. Weet ze niet, nee. Nou zeg, wat is dit? Oh ja, moet ik ook doorsturen. Voor Roderick. Dus ja, niks voor mij. Maar als cadeautjes, dit is een USB-kabeltje voor zijn telefoon. Dat wordt dus doorgestuurd naar Roderick. Nou ja, hartstikke toppie toch? Ja, gaat gewoon weer in het zakje retour. En dan plakken we hem gewoon weer dicht. En het gaat in een envelop. Met aan de heer, wel edele heer, hè? Ja. Dat, nou, en dit is dan voor Corrie. En, ja, hoe doen we dat? Eens even zien. Ik kan dat envelopje natuurlijk kleiner maken. Ja, dat kan veel kleiner, dat hij weer in een normale envelop kan. Maar dat weet ze niet. Allemaal een verrassing. Ook Roderick weet het niet. Ook een verrassing. Maar in ieder geval hebben we dat weer gehad. Ja, top.
Oh, deze, ja, deze. Oh, hier weer een vuilniszakje. Nee, hun hebben het geopend. Die mensen hadden hem open. Dus ja, geen vuilniszakje. Die maken het verkeerd open, weet je? Nou ja, prima. Niks aan te doen. En nou dat ik jullie toch weer hier heb. We zouden de Amaryllis gaan volgen. En die heb ik gisteren verhuisd van het keukenraam naar hier op de salontafel. Nou, dan laat ik dat even zien. Wat is die lang, hè? Wat is die lang? En die... Ja, super, hè? Ik ga eventjes... Ga van naar de kant, meisje. Kijk of dat... Ja, dan zien jullie dat allemaal beter, hè? Super, hè? Ja, ik ben er trots op. Echt waar. Zo. Ja, dat ook Astrid, de huishoudelijke zorg. Nou, die vond hem ook van... zo, wat is die hoog? Ze zegt, die van mij is hoog, want ze heeft er ook één. Maar ja, ze zegt, deze is echt helemaal hoog. Hé? Ja. Deze is in mijn hoog, ja. Lustpot. Ja, ze zijn vandaag allebei niet zo heel erg lief. Nee. Een beetje stout. Niet luisteren willen, dingen doen wat ze niet mogen doen en toch doen. Ja, daar zijn de honden voor, net kleine kinderen, weet je. Hè? Ja nou. Dikke boef. Nou, hoppala. Dus ja, dit is allemaal niet voor mij. Nee, een bestelling voor iemand om een cadeautje te doen, omdat ik van ze houd. Ja, het moet kunnen toch? Ja, laat zien dat je van iemand houdt. Moet jij ook gaan doen. Hou je van iemand, van een vriendin, of van een tante, of van een oom, of van een oma, of weet ik veel. Koop iets leuks. Het hoeft niet duur te zijn, weet je. Maar koop iets leuks wat ze nodig hebben of niet nodig hebben. Of... Ja. He, ik weet toevallig van Karin dat Roderick dat nodig heeft. Nou ja, oké, dan bestel ik dat. In zo'n buurt hoeft het allemaal niet te zijn. En dan word je gratis thuis bezorgd en dan is het één en één envelop, postzegel erop en wegwezen. Dus dat doen we morgen weer even. Maak ik het vanavond weer voor elkaar en dan komt het overmorgen bij hun weer binnen. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik moet nog... Op de pc aan het werk. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik had eigenlijk twee in elkaar willen zetten. Maar dat zal het dan wel weer niet worden. Ik weet het niet. En dan moet ik ook nog aan eten denken. En ik heb helemaal... Ik heb broccoli leggen. En ik heb iets van de kip leggen. Maar ik denk dat het vanavond even een broodje wordt. Ja, ik heb niet zoveel zin. Bah. Het is ook al 4:15 geweest, loopt al een keer tegen 5:30 aan. Dus ja, lieve vrienden, we gaan verder. En ik zou zeggen, geniet en smakelijk eten. Bon appetit. En prutjes. En ja, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En of ik vanavond terugkom, weet ik niet. Zowel dan zien jullie me dan. En anders zeg ik tot morgen. Ja, toch? Zeg tot dan. Doei! Ja, ik ben net terug met de honden. Ik zou eigenlijk waarschijnlijk niet meer terugkomen vandaag, maar toch maar even wel. Ja, want dat heb ik weer. Wil je weggaan met Elwing en Rijka? Maar wat denk je? Breek mijn remkabel van de rollator. Die heb ik nou hier al om het mandje gevlochten, maar die behoort hier naartoe te gaan. Dus ja, dat moet ik allemaal even bekijken. Of ik dat zelf kan repareren. Even kijken op YouTube of daar een filmpje van is. En zo niet, ja, dan moet ik voorlopig zo blijven rijden. Totdat die gemaakt is, want aan de ene kant doet het gelukkig nog wel. Echt, heb ik weer. Ja, dat zal je altijd zien. Ja. En het is weer lekker mistig.
En je hoort hier helemaal een klakson van, volgens mij, een of ander schip. Maar ik weet, enkel de Texas boot, dat die wel eens klaksoneert, maar iedere keer om de zoveel keer, nee, dat doet hij niet. En de meeste horen die hoort heel anders. Dat is niet echt een klakson. Maar ja, ik weet het anders ook allemaal niet. En ik heb koud, daarom heb ik mijn vest nog aan. Ik krijg een vieze neus omdat ik net binnen ben, maar het is geen corona. Maar ik denk dat iedereen dat heeft om deze tijd van het jaar. Meeste regen en de vochtigheid en dan kom je binnen en dan gaat je neus lopen. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ben bek af, want het is ook koud, het is rot weer, het is vochtig, het is niet lekker, nee. Hè, Elwing? Elwing? Wat doe je? Elwing? Kandel, die zit daar zijn te wassen. Oh, jij was in de keuken. Ach, zo. Die klakson zelfs hier weer. In huis hoor je dat ding. Kun je nagaan hoe dichtbij. Rijka, hou jij eens even op. Ophouden, hè? Ja, ophouden. Is niet lief. Nou, lieve vrienden, ik sluit weer af bij deze en ik zie wel. Ik zou zeggen in ieder geval fijne avond en tot later. Doei!